Een goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is alweer een nieuwe week vlog. Deze week heb ik best leuke dingen op het plein staan. Het is vandaag woensdag 21 september. Gisteren was een feestdag, want toen streamde ik 8 jaar. Dat hebben we heel leuk gevierd met een 8 uur durende stream. Dat is echt heel lang geleden dat ik 8 uur heb kunnen streamen. Dus dat was voor mij een heel groot feest. En vandaag is het woensdag en dat betekent mamadag. En ik moet je eerlijk zeggen, er moet een hoop gebeuren in het huishouden. Het is echt een huishouddag. Ik heb vanochtend de dag begonnen met Olivia. Ze heeft lekker tot 7 uur geslapen. Daarna hebben we lekker gespeeld. Ze heeft 150 op. Ja, sorry dat ik dat zo zeg van, oh, ze heeft 150 op. Ze drinkt niet echt als de allerbeste. Dus ik wil vandaag weer een inhaalslag maken met drinken en eten. Want ja, ze wil het gewoon niet doen op de momenten dat wij het willen. En dat is lastig. Maar we gaan het gewoon fixen vandaag. En ondertussen, zij ligt dus nu te slapen. En ik zeg altijd, chillen als de baby slaapt. En schoonmaken als de baby wakker is. Maar ze heeft nu dat spreibroekje niet aan. Dus ik vind het zo leuk om als ze wakker is lekker met haar te knuffelen en met haar te spelen. Dus we chillen als de baby wakker is. En we maken schoon als de baby slaapt. En dat is nu nog ongeveer een kwartiertje. Dus ik ga eventjes mijn wild maken en de hele onderverdieping even poetsen. Want dan kunnen we er daarna tegenaan met Olivia. We gaan wat leuks doen. Maar eerst gaan we even de intro rollen, want dat heb ik nog niet gedaan. We gaan vandaag dus iets leuks doen, want Olivia groeit overal uit. Ze is inmiddels bijna maat 74 qua broekmaat. En de bovenkant is misschien nog 68. Maar ze moet gewoon nieuwe kleren, nieuwe romp. Ze moet eigenlijk alles nieuw. Dus dat gaan we vandaag halen. Dus we gaan dadelijk als ze wakker wordt fruitje geven. En dan gaan we naar het babypark in Kesteren, want dit is wel mijn favoriete babywinkel. Ik wil ook wat andere dingen halen. Ik hoop dat ik het allemaal ga vloggen. Lekker fruitje. Zo lekker dat ze nu zonder spreibroek gewoon in de maxi cozy kan. Het geeft zoveel meer gemak voor ons. Echt heel chill. Oh, wil jij de camera weer pakken? Altijd, hè? We zijn er. Babypark Kesteren. Het is echt zo gigantisch groot hier. Olivia lekker in de wagen. Heerlijk weertje is het vandaag. Dus het is leuk. We zijn wat uurtjes verder. De wasmachine draait nog steeds. We zijn inmiddels terug van het babypark. Olivia had daarna een heel kort slaapje maar gedaan. 3 kwartier. Terwijl ze normaal wel 2 uur soms wel slaapt op dat moment. Dus dat was een beetje, dat gooide een beetje roet in mijn planning. Ik had een hoop klusjes voor mezelf gepland. Maar ja, dat is in het water. Nu ligt ze al 3 kwartier te slapen, dus dat is mooi, een half uurtje. Toen heb ik dus het gras kunnen maaien, want dat stond echt bijna tot onze knieën. Dus hier achtertuin is helemaal gemaaid. En de voortuin is ook gemaaid. Dus dat ligt er weer strak bij. En nu ga ik de was wegwerken. En dan hoop ik dat Olivia slaapt tot die tijd. En dan gaat ze vanavond bij mijn ouders slapen. Maar ik wilde nog even laten zien wat ik gehaald heb bij Babypark. Het was echt vrij karig. We hebben een slabber waar ze lekker mee kan knoeien. Want ze wil dus graag zelf eten. Dat mag van mij. Maar niet dat ik iedere dag superveel was heb. Dus ze krijgt dan dit ding aan. En dan mag ze zelf eten. En dan ben ik benieuwd hoe goed ze het kan. En deze heb ik bij de koopjeshoek op de kop getikt voor een tientje. Dit is dus een snack tray. Die kun je dus op je buggy bevestigen. Je kan de fles in of een beker. En snackies of speelgoed kan hier. Dus ja, dit is, zal ik maar zeggen, het merk van onze kinderwagen. Ik had dus een heel lijstje aan dingen die ik moest halen.
Oh, wordt ze nou al wakker? Nee, dat mag niet. Even kijken of ze weer in slaap valt. Nee, ze gaat niet in slaap vallen. Ze moet dus heel veel kleren. Shit. Heeft ze nou het zelf gevonden? Ze is dus uit heel veel gegroeid, dus ik moet heel veel kleren kopen. Maar dan gaan we dus vanmiddag even nog naar de Hema en de Zeeman voor een paar dingetjes. En dan koop ik de rest wel online. Maar ja, dit heb ik niet bij Babypark kunnen vinden. Ik moet zeggen, ze waren aan het verbouwen en het was ook echt een rommel. En ik moest echt met een hele enge lift naar boven, want de gewone lift was kapot. Toen was ik al gauw klaar ermee, dus ik ben niet zo lang gebleven. Maar ja, nu ga ik dus even gauw de was wegwerken. En hopelijk kan ik daarna... is ze dan wakker. En niet nu al, maar ze lijkt weer in slaap te vallen. Dus dat is mooi. Dus ga ik gauw de was doen. Want die is meters hoog op het moment. Ik heb net Olivia naar mijn ouders gebracht. Het is donderdag altijd oppasdag voor mijn ouders. Nu is mijn vader niet zo fit. Lang verhaal kort. Hij wordt maandag opgenomen in het ziekenhuis. Maar tot die tijd ja, moet hij even de tijd uitzitten thuis. En hij voelt zich niet zo fit. Dus ik zei, zal ik anders Olivia brengen? Dan hoeven jullie niet bij ons te komen oppassen. Is toch lekkerder, lijkt me, voor mijn vader. Dus dat wilde ze wel. Toen zei ik... Ik kan er ook woensdagavond al brengen dat ze bij jullie slaapt. Ja, helemaal geen probleem. Dus wij hebben vanavond een avondje vrij. Maar het is niet dat we iets leuks gaan doen. Ik denk dat ik gewoon eventjes mijn werkschade in ga halen van de afgelopen tijd. En werk en ja, ik heb gewoon wat dingen die ik nog wil doen in het huishouden. Eventjes een beetje orde op zaken stellen. Even naar mijn financiën kijken. Want het leven wordt duurder. Ik moet eventjes op een rijtje zetten waar al mijn geld naartoe gaat. Waar ik misschien een beetje kan besparen. Dus dat wil ik eigenlijk vanavond even doen. Even door mijn autoverzekering heen gaan. Of die nog wel goed is. Of die misschien wat voordeliger kan. Dat soort dingen. Dus dat ga ik vanavond doen. Dus we hebben een avondje vrij. Nou ja, niet dat je heel veel last hebt van Olivia in de avond. Want ze slaapt. En dan kunnen we een nachtje doorslapen en uitslapen. Nikki moet gewoon werken. En dan kan ik morgen ook de hele dag knallen met werk. Dus op zich is dat wel lekker. En ik heb dus net bij de Hema en de Zeeman... kleertjes gekocht en dat ga ik uiteraard aan jullie laten zien. Maar niet als ik aan het autorijden ben natuurlijk. Dat is een beetje gevaarlijk. Maar op dit moment, ja, als jullie deze vlog zien, is die actie voorbij alweer. Maar er is dus 30% korting op kinderkleding en babykleding bij de Hema. En dat scheelt best een hoop. Want ik had iets van 15 euro en nu hoef ik maar 10,50 euro af te rekenen. Dus dat was best een goede deal. En ik moet daar echt beter op letten nu alles zo duur wordt. Dus ja, ik laat jullie zo zien wat ik heb gehaald. Ik heb voornamelijk alles bij de Zeeman gehaald. Omdat het toch voordeliger is. En het zijn allemaal dingen, weet je wel, onderkleding. En pyjama's, ja, die ziet verder niemand. Alleen ikzelf. Dus dat hoeft voor mij niet het mooiste en het duurste te zijn. Nou, ik laat het jullie zo zien. En sokjes had ik ook gehaald. Nou ja, je gaat het allemaal zien. Ik wilde nog wat vertellen. Oh ja, en ik hoef niet eens te koken vandaag. Want het is woensdag en dan eten we altijd bij mijn schoonouders. Dus super chill. Maar ik ga nu de camera uitzetten, want het wordt bloedheet in mijn auto. En ik wil mijn raam graag open doen. Maar dat kan niet. Ja, dan horen jullie alleen maar... Dus ik ga de camera uit doen. En dan misschien spreken jullie vanavond wel en anders morgen weer. Oh, wat een leuk achtergrondje. Ik zit in de babykamer bij Olivia. Ik heb geen andere baby namelijk. En ik dacht, ik laat eventjes zien wat ik gekocht heb bij de Hema en de Zeeman.
Bij de HEMA heb ik volgens mij maar één ding, toch? Ja. Dus laat ik met de HEMA beginnen, want dat is één ding. Daar heb ik dit lekkere boxpakje gekocht. Groot, hè? Zo groot is mijn baby toch niet? Ja, toch wel. Ze past echt in maat 47. 74. Met haar benen. Ze heeft hele lange benen dus. Dus ik ben benieuwd of ze hier dan goed in past. Het is een heel schattig printje met blaadjes. En de binnenkant is dus een streepje. Ik vind hem echt zo schattig. Dus dit is het eerste pakje wat ik heb gekocht in de nieuwe maten. En die was dus nog maar €10,50, omdat er dus 30% korting was. Oké, dan ga ik eventjes naar alle rompers die ik gehaald heb bij de Zeeman. Ben ik gegaan voor wat effe rompertjes in een donkergrijze kleur. Lange mouwen trouwens allemaal, want ze heeft dus geen lange mouw rompers in de juiste maat. Dit is een beetje een herfsttint, oranje. Dan heb ik oranje met regenboogjes. Die vind ik ook wel heel schattig. En een groene met regenboogjes. Maar ja, ik wil ook wel. Ik wil niet te veel printjes, daarom heb ik ook die even erbij gepakt. En even een witte. Witte is altijd handig. Trouwens, zijn allemaal met envelop kraagjes. Dus niet omslagrompers. Wat jammer was, maar die hadden ze niet. Nog een romper. Ook een effe kleur, maar dit is dan geen rib, maar gewoon lekker katoen. Bio-katoen, geloof ik. Stretch cotton. En een pyjamaatje. Pyjama pakje ook. Deze heeft ze dus ook gehad toen ze net geboren was in maatje 44 in het lichtroze. En nu heb ik hem dus in maat 74. Dat is echt bizar. Ik zou ze eigenlijk naast elkaar moeten houden. Dat je kan zien wat het verschil van qua groot is. Ze is al zo groot. Niet normaal. Stop de tijd. Ik moest ook bij de Zeeman had je, zullen we zeggen, babymaten. En dat was van 44 of nog kleiner tot 68. Maar zij heeft dus al 74. Dus ze heeft gewoon geen babymaat. Dan denk ik, what the fuck, waarom heb ik zo'n grote baby al? Maar dat komt dus omdat ze zo lang is. Want ze is helemaal niet groot verder, maar heel lang. En dat viel niet op tot nu dat ze die spreidbroek niet meer aan heeft. Nou heeft ze ineens vet lange benen die ze recht kan doen. Want eerst was het altijd zo natuurlijk. Dan heb ik nog 6 sokken. 6 paar sokken zaten in een leuk verpakkingje. Daardoor kon ik ze niet bekijken, maar ze zagen er heel leuk uit. En ik ben voor wat neutrale kleurtjes gaan. Ze hadden ook andere blije kleuren. Maar ik dacht, liever de sokken neutraal en het kleding wat blijer allemaal. Oh, dit ziet er wel heel klein uit trouwens. Oh, kijk. Zo is beter. Zo ziet het toch super klein uit. Maar dat is alleen voor in de verpakking. Ik ben benieuwd of ze aanblijven. Maar grijs, lichtgrijs, witte, zwarte. Hoe cool. Cool, zwart. Ik heb eigenlijk helemaal niks zwart voor haar. Beige en bruine. Dus hopelijk passen deze. Dan hebben we die ook weer binnen. En verder had ik een verjaardagskaartje gekocht. Het is gewoon handig dat ik altijd in huis heb. Ik ga hem niet laten zien, want dan weet dadelijk iemand dat diegene hem krijgt. En vuilniszakken, want die waren op. Dus dat heb ik aangeschaft vandaag voor Olivia. En nu ga ik dus eventjes in de commode alles doen en organiseren. Want dat heb ik laatst gedaan, maar toen kon ik echt nergens afscheid van nemen. En nu moet het wel, want er past gewoon niks meer. Ze is ineens heel veel gegroeid. Dus ik ga opnieuw de commode, de kleren. Ja, ik heb trouwens alleen maar 2 boxpakjes. Verder nog geen grotere kleren. Dus daarvoor moet ik nog een keer op pad. Maar voor nu kan ik dit alvast erin leggen. Eerst deed ik heel braaf alles wassen van tevoren. Maar ik moet zeggen dat ik dat niet meer echt doe. Want spuugt het toch meteen onder en dan was ik het. Oké, laat ik het even organiseren. Kijk, dit is de huidige status, maar dit is dus allemaal eigenlijk te klein aan het worden. Dus ik ga dit eventjes uitzoeken en wat ze niet meer aan kan, gewoon naar zolder brengen.
Oké, in de timelapse zag je een beetje hoeveel ik al eruit had gehaald. Maar dit is dus een berg met kleren. Die ze gewoon... Ja, het past allemaal net niet, weet je wel. In armoede zou je het aantrekken. Want het is dan nog een beetje korte mouw, korte broek. Maar ja, je moet gewoon kleren die passen. Dus dit zijn de kleren die nog passen. Hier heb ik de pyjamaatjes. Fijn hoor, het pyjamaatje, Winnie de Poe pyjamaatje, boxpakjes. Deze twee zijn dus nieuw. Ja, deze kan ze nog net aan. Nou, truien, twee nieuwe truien. Deze had ik al een hele lange tijd geleden besteld, maar die passen nu. Dit is maat 47. Nike ook maat 47. En twee ja, gekregen dingetjes. Dit is trouwens maat 62, dus ik weet niet of ze die nog past, maar die vind ik zo schattig. Dan heb ik hier... Maar de majootjes ingedaan, aangezien die misschien nog wel passen. Die beginnen nu te passen. Dan heb ik hier een Tommy Hilfiger leggingje, maat 80. Dus die is nog aan de grote kant. Deze maat 74 van Nike, hoort hierbij. Hebben we trouwens gekregen hoor. En dit korte broekje van Tommy Hilfiger, met dit shirtje erbij. Ook maat 74, maar het is een korte broek, dus ik weet niet of het mooi is. En dan deze stoere broek. Ik heb er nog nooit een spijkbroek of van deze stof aangetrokken. Dus ik ben benieuwd of ik het aan ga trekken. Ja, en dan zijn dit de shirtjes en pakjes. Maar ze zijn allemaal korte mouw, behalve die. En dit is een jurkje met lange mouw. Dus die zou ze in principe dan aan kunnen. Met een leuk majootje of een leggingje eronder. Maar zoals je ziet, moeten echt kleertjes bij komen. En dan heb ik hier nog dan de... Hoop ik. Pakketje. Nee, ja, hier staat het niet in het zicht hoor. Van hier tot hier is het. Deze is zo leuk. Mama, deze vind jij ook leuk. Denk ik. Kijk dit pakje. Die is toch super schattig. Er zitten zelfs franjes aan. Ja, maar hoe groot is het daar? Welke maat ja, is dat? 74. Is dat maat 74? Ja. Oh, er staat 9 maanden bij. Ja. In ja, Amerika. Zij, groot, zij past dit hoor. Nee, joh. Ja, is echt zo. Zij past het. Deze is... Amerikaanse maatje, klein en breed. Nou, ik dacht vandaag dat Winnie de Poe pak had ze aan. Dat was te kort hè, die broek. Zag je toch? Dat die was 68. Dus ze is gewoon echt 74. Ja, dat een beetje. Kort boven. En deze, die was ook leuk. Kijk, er zit een muts bij. Maar ook Harry Potter. Ook Harry Potter. Zou medelijden met haar, hè? Nee! Hoe zou je medelijden met haar als zij van die lekkere pakken aan mag? Ik wil ook de hele dag in zulke pakken op de grond liggen rollen. Ja, ik heb echt geen medelijden met haar. Was het niet een volwassen maatje? Nee. Nee, helaas niet. Ja, die pyjama. Ik heb een pyjama. Ja, die is een beetje koud eigenlijk. Ja, dat is ook een beetje een heel dun stofje. Ja, nou ja, dat is de